Nederland, goedemiddag. Het is hier iets over. Het is bijna 4 uur hier in de middag. Ik ben net terug van een beetje skaten. Naar de Mac geweest, was erg lekker. En ja, ik heb het goed naar mijn zin. Mijn huisgenoot is net vertrokken naar de moeder van zijn vriendin. Ja. Was erg goed. Vanochtend was ik in de kerk. En ik was er rond een uur of 10 of zo. En hij en zijn vriendin waren er om 9:30. Want toen begon eigenlijk de tweede service. En het is erg vet dat op een gegeven moment zat ze zeg maar in de dienst. En de gozer die voor stond, Joel Labelle heet hij. Die zei, die kreeg van God kreeg die ingegeven dat er iemand was met maagkanker of zoiets. En bowel cancer, volgens mij is dat maagkanker. En nou ja, dat was dus die vriendin van mijn huisgenoot, Rosie heet ze. En ik had het zelf wel op mijn hart om voor het te bidden, maar om met te bidden. Maar voor genezing en zo. Maar super dat hij dat ook doorhad. En ik bedoel, niemand heeft het hem verteld. Dus hij kreeg gewoon van God binnen van, joh, er is hier iemand. You gotta pray for them. En super. Het grappige is dat vorige week heeft ze een operatie gehad. Ja. Vorige week dinsdag of woensdag zoiets. En het maffe was dat ik de hele tijd het idee had dat die operatie wel goed was, maar dat ze geen chemo moet hebben. Dus ze moet geen chemokuur ondergaan. Dat gevoel heb ik en dat gevoel ik nog steeds. En het grappige is dat die doktoren haar eerder al een keer een chemokuur hadden voorgeschreven, maar dat steeds haar witte bloedcellen en toen weer haar rode cellen de verhouding steeds niet goed was, dat ze niet een chemokuur konden hebben. En nu heeft ze dus uiteindelijk geen chemokuur gehad en heeft ze die operatie gehad en alles geslaagd en blablabla, maar er zit nog steeds kanker in, dat kan je niet omheen. Maar de doktoren zeiden dat ze de eerstkomende 2 maanden geen chemokuur mag hebben vanwege haar wonden en dingen. Dus ik denk dat ze de komende 2 maanden... Ik heb het gevoel alsof God tegen mij heeft gezegd dat hij dat ook aan haar duidelijk wil maken. Dat hij haar wil genezen de komende 2 maanden. En het wordt erg interessant om te zien hoe dat verder gaat. Maar ik hou jullie op de hoogte, geen probleem. Waarom deze Nederlands? Goeie vraag. Ik had er eerst al een paar geschoten net buiten. Toen ik net van de Mac terugkwam. En ja, eerst naar de kerk, ik heb toen naar de Mac. En die heb ik in het Engels gedaan. Maar het voelt echter om het nu even in het Nederlands te doen. Dan kan ik even, ik weet niet. Het is toch een bepaalde manier net even iets anders. Goed. Ja, goed, ik heb het erg naar mijn zin hier. Het is nog steeds erg lekker. Het is erg goed weer. Ja, de kinderdiensten die ik meedraai met Hillsong Kids zijn fenomenaal. Zijn echt de moeite waard. En ik merk echt dat ik een zegen kan zijn door gewoon aanwezig te zijn en door mezelf te zijn. En door ja, te brengen wat ik heb en wat God in me gelegd heeft. En het is echt heel, het is heel mooi om te zien hoe dingen gaan en hoe kinderen dingen oppakken. En het is echt super. Het is echt, confronteer het soms. Het is erg mooi. Het is erg mooi. Verder, ja, het is... Op stage gaat het erg goed. Ik heb van de week heb ik bij een bedrijf Trafalgar, dat is een building product eigenlijk. Gewoon een bedrijf dat de passieve vuur of brandveilige deuren en panels en panelen en nou ja, goed, dingen maakt. En die hebben een paar productieproblemen. En dat deed me erg denken aan het bedrijf waar mijn vader gewerkt heeft afgelopen 5 jaar. Dus ik vond het erg leuk om te zien hoe ik daar als jongeling een positieve inbreng kan brengen in zo'n bedrijf. En ik ga komende week ze weer helpen. En ik ga er als het goed is ga ik er maandag heen. Ik ga er vrijdag sowieso heen. Misschien woensdag nog een keer. En ik ga er in ieder geval donderdag heen voor iets anders. Maar het is eigenlijk wel een beetje gerelateerd. Maar ga ik een training geven. Dat is ook erg interessant. Het zou eigenlijk vorige week gebeuren of de week ervoor, maar die gozer zijn super druk. Dus, omdat ze zeg maar, kijk, ze hebben een productiebedrijfje, maar ze lopen niet zo lekker. Ze weten niet wat er in het magazijn ligt, ze weten niet wat er in de andere magazijnen liggen, ze weten niet wat dingen kosten. Dus het is allemaal, ja, goed, mijn vader zal dit herkennen en het is erg leuk om te kijken hoe ik hun kan helpen met dat. Maar goed, wat ik nog zeggen?
Ik denk dat het ongeveer is. Ik wou nog zeggen, bedankt voor alle support. Voor de leuke gesprekken die ik nu heb op MSN of Skype. En bedankt voor de aandacht. Hartstikke leuk. Bas, bedankt voor Crisis. Erg vriendelijk. Hij komt dus hopelijk komende week binnen. Dat zal erg chill zijn. Ik stuur nog wat op voor je, dus kom goed. Kerstkaarten zijn onderweg. Dus als je hem krijgt, dan weet je dat hij van mij is. Mijn naam staat er ook op, dus no worries. Maar ik hoop dat iedereen gehad heeft in ieder geval met die kerstkaart. Ik ken niet, nou ja, goed, te zien. Als je hem niet hebt gehad, begin even een e-mailtje of zo. En dan, ja, nu nog niet, want ze komen waarschijnlijk pas over 2 weken binnen. Dus don't worry, maar ze komen voor kerst binnen. Beloof ik. Ja, dat is eigenlijk wel zo'n beetje. Anyway, het gaat erg lekker. Het gaat erg lekker met me, het gaat prima. Ik voel me goed, ik voel me fris, ik voel me gewoon heerlijk. ik eet goed en ja, ik voel me gewoon erg plezierig. Het gaat erg goed met me. En ja, de afgelopen week was het week 13, stage dus, zoals ik al zei. De komende week 14. Dat betekent dat na deze week nog, of eigenlijk met deze week erbij, nog 7 weken stage zijn. Daarna heb ik 3 tot 4 weken een beetje vakantie. Nou, ik ga dan mee met een zomerkamp, eigenlijk 2 zomerkampen van Hillsong. Eentje ga ik mee met de kinderen van een jaar of 10, 11, ga ik mee als leider. En 1 kamp ga ik mee als deelnemer waarschijnlijk, maar ik moet heel even kijken hoe dat precies gaat. En daarna ga ik hopelijk naar Indonesië voor een paar dagen. Ik moet even kijken hoe dat precies gaat zitten met de dollars. Maar ik denk dat het wel gaat lukken. Dat zou erg vet zijn. Ik heb mijn miners al geregeld voor als ik terugkom. Als ik terug in Nederland ben. Dus ja, het loopt allemaal lekker. Het gaat allemaal goed. En mijn rapporten van mijn stages zijn allemaal goed gekeurd. Mensen zijn erg tevreden. Back in Holland, zou ik zeggen. Maar in Nederland. Ik voel me gewoon... Ja, ik voel me hier thuis. En ik vind het erg jammer dat ik... over 1 week of 10 alweer terug moet. Eigenlijk week 11 volgens mij, over 11 weken, zoiets, ja. Vind ik jammer, want ik heb het erg naar mijn zin. En het gaat erg goed naar me, ik ga erbij zitten. Het is gewoon erg prettig om hier te leven. En ja, ik baal er al eens een beetje van, dat ik ook weer terug moet. Zeker als ik dan kijk hoe het in de kerk gaat, en hoe het op mijn werk gaat, en... Gewoon hoe het leven hier is, weet je wel. Want het is hier gewoon heerlijk. Het is hier, je kan het hier wel vergelijken als met Nederland. Maar als ik het zou doen, dan zou ik zeggen, het is Nederland. Maar dan met lekker weer. Met goed weer. En met, ja, ik weet niet. Het is gewoon... Het is gewoon een fantastische omgeving om hier te zitten. En, maar goed, ik moet wel weer een keertje terug natuurlijk. Mijn zusje gaat trouwen in juli. Daar ben ik erg enthousiast over. Ik heb erg veel zin in. En, maar goed, ik heb, zeer waarschijnlijk een vriendin als ik terugkom. Sandy heet ze. Ik ken haar al 1 jaar of 4. En ik word volgens mij een beetje rood nu. Maar ja, super meid. Maar ik heb gewoon heel veel om terug te gaan. En misschien familie. Ja, het gaat hier heel erg lekker. En ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Maar ik wil ook al heel graag weer terug. Absoluut. Het is niet dat ik heimwee heb. Absoluut niet. Maar het is gewoon... Weet je, het is zo'n mixgevoel, weet je wel. Ik zit hier en ik leer heel veel en ik heb heel erg het idee dat ik echt groei. Geestelijk en ook verstandelijk. Maar, ja. Het wordt weer een grandioze tijd, absoluut. absoluut, het wordt een hele mooie tijd. En ik wil jullie bedanken voor de support en, ja, ik kijk ernaar uit om jullie te zien over 12 weken of zo. Ja, yeah, that's about it. Ik zou zeggen, nog een fijne zondag, als je dit ziet zondags. Ik weet niet of ik het nu al snel geüpload krijg, dus... Je weet, als je maandag pas krijgt, dan fijne maandag, fijne week. Tot volgende keer. en, ja, yeah, catch you all later. God bless, people. Waarom dat dan weer in het Nederlands gaat? Ja, dat is gewoon een gewoonte. Anyway, see you.